Yo! Allergrootste fans van Nintendo in Nederland. Welkom bij een nieuwe Mario Golf video. Vandaag is het allereerste mega vette golftoernooi. Dus doe alvast die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En dan ga ik me naar de uitgang begeven. En eens even kijken waar ik nu naartoe moet. Toot is zeggen, jouw tee-off is over 30 minuten. Voel je vrij om je tot dan warm te spelen op oefenbanen. Toernooideelnemers worden 5 minuten voor ze moeten afslaan bij de ingang verwacht. Ik waarschuw je wel als het zover is. Hallo? En moet je nou 30 minuten wachten? Helemaal niet. Laat me gewoon meedoen aan het stomme toernooi. Oh nee, dit is niet stom. Dit is vet. Nee, laat me gewoon hier naartoe gaan. Ik moet een YouTube video maken. Ik ga toch niet een half uur lopen wachten. Ik heb dit nog nooit meegemaakt in een game. Dat ze zeggen, nou weet je, wacht maar even een half uur tot je verder gaat. Wat is dit nou weer? Oké, volgens mij is het niet echt een half uur. Toad zei dat het net al 15 minuten duurde. Gewoon gelijk daarna. En de hoofdtrainer die zegt, ben je er al helemaal klaar voor? Ja man, let's go. Actie. Laten we lekker potje gaan golfen. En nu officieel, dus niet meer oefenen. Oh snap, ja. Ja, kijk, het publiek is er klaar voor. Als dit een voorteken is van wat we vandaag mogen verwachten, gaan we mooie scores zien. Want Koopa Troopa schijnt lekker bezig te zijn in het toernooitje. Daar staan alle fans te kijken. Oh, en Donkey Kong is ook van de partij, joh. Die maakt even een birdie, jongen. Geen monkey? Is dat geen thema in golf? Mogen we gaan beginnen? Volgens mij wel. De volgende groep staat er klaar voor. Spelers, maak jullie klaar bij de tee. Daar is Rikachu van, hè. Verwachten we allemaal een heleboel. Kom maar op met die afslag. Oké, dan. We gaan gewoon keihard vooruit slaan. Bam! Let's go. Geen extra spin. Is dit trouwens speed golf? Moeten we gaan rennen? Ja, we moeten gaan rennen. Ik ga even de muntjes pakken. En daarna ga ik eventjes het hartje proberen te pakken. Ja, lekker. Heerlijk. Oké, ja, dit is dus duidelijk speedgolf. Ik kan hem nu trouwens al bij de green neerleggen. Dat is super chill. Ik hoop dat dit lukt. Misschien zou het nu nog net niet lukken. Misschien sla ik net iets te zacht. Ik weet het niet. We gaan het wel zien waar mijn bal terecht komt. Nou, volgens mij gaat hij best wel lekker hoor. Hij gaat heerlijk. Hij gaat lekker. Hij ligt op de green. Snel sprinten. Eens even kijken of dit lukt. We hebben tegenwind. Het is een aflopende heuvel. Dus ik moet een klein beetje naar rechts slaan. En ik hoop dat dit goed is. Oh, net niet. Oké, dan hebben we een par. Dan is het gewoon goed genoeg. Net goed genoeg. In 4 slagen. Ah, het had net iets beter gekund, maar ik ben alsnog wel tevreden. Dus even kijken hoe Toad en Boe het doen. Toad is al aan slag 5 en Boe is ook op slag 5. Dus we zijn beter dan Toad en Boe. Lekker! Oh, maar kijk, Paratroopa. Ja, die heeft een min 1 score. Ja, Paratroopa gaat lekker. Ik ben een beetje bang dat we van Paratroopa gaan verliezen. Oké, hole 2. Dit moeten we in 3 slagen doen. We kunnen nu in 1 keer, volgens mij, naar de vlag slaan. We hebben een beetje tegenwind. Dus we moeten een beetje hard slaan. Oh, ik denk dat, trouwens dat dit wel echt veel te hard is. Ik weet niet of de tegenwind echt zo fanatiek was. Dat ik nu goed genoeg sla. Ik denk dat dit een slechte slag was. Nou, het is op de green. Maar Toad en Boe liggen beter. Oké, focus. Klein beetje naar rechts misschien. En dan zo. Kom op. Ja, lekker. Toch in 2. Woe, birdie. Oh, en we staan gelijk met Paratroopa nu. Ja. En Donkey Kong doet trouwens ook mee. Die heeft al een gouden medaille. Zie je dat? Je kan hier zien welke medailles iedereen hebben. Wij hebben natuurlijk nog de wat is het? De stalen of zo. De stalen medaille. Paratroopa schijnt denk ik zilver te hebben. Of is dat dan de... Nou, ik weet het niet zo goed. In ieder geval, Donkey Kong moet eigenlijk onze beste speler zijn. Spannend! Oké, deze moet in 5 slagen. We hebben een beetje meewind. En daar gaan we, jongens. Ik ga gewoon op mijn allerhardst proberen te slaan. Beam. En rennen als een malle. We liggen in ieder geval verder dan Boe, dus dat is heel nice. Dus even kijken waar we nu gaan slaan. Langs de boom. Ja, helemaal goed. Sla maar gewoon rechtdoor. Ik ga een beetje proberen langs de bomen te slaan. En dan een beetje zachter. En dan hoop ik dat de bal nu precies goed terecht gaat komen. Ah, hij raakt een boom. Oh, dat wordt een gevaar. Ja, hij raakte toch een boom. Shit. Dat is jammer. Kunnen we hem nu op de green neerleggen? Ik denk het wel. Zo. Geen extra spin. Dan moet ik hem nu gaan putten. Dat moet wel lukken, denk ik. Niet te hard slaan. Klein tikje naar rechts. Oh, ik denk dat dit misschien wel te zacht is. Dit is te zacht. Nee. Oh, nee. Ik faal.
Ik faal! Je moet wel gefocust blijven, want anders gaat het niet goed komen. Gelukkig doen Boo en Toad het ook niet zo goed. Nou ja, maar Charging Chuck en paratroepen gaan wel even lekker. Oké, deze moet in vieren. Beter gaan we dit nu weer goed doen, jongens. Oh, man. Ik baal ervan als ik dan één zo'n hol verpest. Dat is gewoon zonde. Dan lig je net lekker op koers en dan faal je gewoon keihard. En dan sta je er gelijk weer een stuk minder goed voor. Oké, rennen! Eens even kijken. Nu kunnen we hem gelijk goed neerleggen. We hebben een klein beetje tegenwind. Laten we maar gewoon hard proberen te slaan. Zo. Hopelijk sla ik nu precies goed. Waar ligt hij? Ik kan het nog niet zien. Ik lig op de green. Oké, dat is positief. Eens even kijken of we hem dan gelijk af kunnen maken. Nu in drieën. Het is een beetje aflopend. Niet te hard. Kom op, Rick. Kom op. Oh, nee! Potverdorie! Waarom mis ik alles? Een par is wel gewoon goed, maar dit had weer beter gekund. Daar baal ik van. Boe gaat ook voor de par. Die heeft hem ook in vier slagen. En Toad? Waar is Toad? Heeft Toad hem in drieën gedaan? Freaking Toad! Oké, deze moet in vieren. Ik moet ergens nu even iets beter gaan spelen, want ik heb dus gewoon één keer keihard gefaald. Verdorie. Ik kan er niet tegen. Ik kan heel slecht tegen mijn verlies. Sprint, Rick. Go. Nog een sprint. Lekker. Gewoon elke keer naar elk hartje toe sprinten. Nice. En nu zijn we hier. Oké, daar zit een boom in de weg. Ik ga hem een klein beetje langs de boom proberen te slaan. Dan moeten we gewoon weer heel hard slaan, denk ik. Let's go. Ja, ik maak eigenlijk geen gebruik van effecten. Ik durf het niet echt aan. Ik heb altijd het gevoel dat ik het met effecten gewoon keihard ga verpesten of zo. Lig ik nu al op de green? Nee, nog steeds niet. Beetje jammer wel. Nou, dan moeten we maar nu weer klaar gaan leggen. Zo. Kom op. Ligt hij goed klaar? Oh, hij was bijna erin ook. Zonde zeg. Oké, kom op Rick, kom op Rick. Sla hem erin. Weer een par. Is Toad inmiddels al klaar? Toad mist. Ja, we staan weer boven Toad nu. Lekker, we staan boven Toad en boven Boe. Boe heeft hem wel in 4, Toad heeft hem in 5. Maar Paratroopa en Charging Chuck, die gaan veel te lekker joh. Oké, deze moet in 3, maar misschien kan die wel in 2. Oké, focus, focus, focus. Focus. Ik hoop zo dat ik het in tweeën kan doen. Rennen, Rick. Rennen. Wat doet Boe? Boe doet een of andere special. Ik lig veel te ver, joh. Kijk hoe ver ik lig. Ja, hoe moet ik dit nou gaan afmaken, man? Het is niet te doen. Dit is veel te ver. Oh. Nee, ik lig er net naast. We gaan gewoon weer voor een par. Ik wou deze zo graag in tweeën. Boe heeft er trouwens 4 slagen over gedaan. Oh, en Toad ook. Oké, dan staan we weer boven Boe en Toad. Hoe we die andere 2 in gaan halen, die moeten echt een keer gaan falen. Maar die zijn volgens mij al klaar. Charging Chuck is al klaar, joh. Dit moet in 4. Oké, let's go. Bim! Er staan geen bomen in de weg op zich. En slaan die handel. Als ik nou eens gewoon even precies naast... De vlag zou kunnen liggen. Dat zou zo lekker zijn. Volgens mij heb ik weer te hard geslagen. Ja, ik lig wel weer op de green. Maar wel weer vrij verder vandaan. Niet te hard. Hoop ik. Hoop ik. Hoop ik. Oh, bijna. Oh, wat jammer. Elke keer die par. Elke keer precies de juiste aantal slagen. Behalve 1 keer. Ik heb 1 keer gefaald. En 1 keer beter. Ik sta precies op 0. Nou, we gaan ze niet inhalen op deze manier. We gaan Charging Chuck niet meer inhalen als het zo doorgaat. Ik ben heel bang dat we geen eerste gaan worden in het klassement. Maar hopelijk wel derde. Dan moeten we maar voor die derde plek gaan. Misschien kunnen we ook nog wel tweede worden. Dan kunnen we Paratroopa nog inhalen. Maar ik denk ook dat we dat ook net niet gaan redden. Want dan moeten we net eventjes ergens geluk hebben. En dat gaan we hier ook weer niet hebben, ben ik bang. Lig ik ondertussen weer op de green? Nee, ik lig toch weer niet op de green. De green is zeg maar het cirkeltje het dichtst erbij. Dus vanaf de green kan je meestal wel erin slaan. Net buiten de green is dan toch wel lastig. Oké, niet te hard slaan, Rick. Gewoon zachtjes. Zo. En dan een beetje uit laten rollen. Oeh, weer net niet erin, hè? Weer net de naspot voor Dickie. En zo loop ik weer niet in op Paratroopa. Beetje jammer wel. Maar wat is Boe aan het doen, joh? Boe, waar leg je bal helemaal, joh? Wat ben je aan het doen? Gekkenhuis. Jeetje, je hebt je bal helemaal in het lange gras geslagen, joh. Ja, dag. Ja, dag. Hij slaat hem gewoon vanuit het gras zo in één keer erin? Kan helemaal niet, joh. Nou ja, Boe is in ieder geval al op een +3. Laten we dan maar gewoon proberen die 0 te houden. Daarvoor moeten we nu in 5 slagen gaan fixen. En... Ja, ik vind het altijd wel spannend hoor. Als er weer zo'n baan komt waarbij je zeg maar
best wel veel slagen erover mag doen. Ik heb dan altijd het gevoel dat dat dan vaak net even wat moeilijker is. Want dan moet je eigenlijk elke slag wel goed doen. Want anders dan ben je gewoon de Sjaak. Dan lukt het gewoon niet. Dan duurt het gewoon te lang voordat je een keer je bal erin hebt. Dus even kijken hoor. Ik moet hem nu daar naartoe slaan. Ja. Oké, mooi. Ik hoop dat het mooi is. Ja, ik sla wel langs alle bomen. Dus dat is precies de bedoeling. Dat is top. Lekker een beetje sprinten zo. Ja, hij ligt best wel goed. Nu kan ik hem rechtdoor slaan naar de vlag. Misschien kan ik nog op een min 1 komen als het een beetje mee zit. We hebben een beetje tegenwind. Maar ik ga toch proberen om niet te hard te slaan. Dan ben ik heel benieuwd waar mijn bal nu terecht gaat komen. Dit moet toch wel een goeie zijn, denk ik zo. Ja, volgens mij wel. Ja, dit is een goeie. Deze zou erin kunnen gaan. Oké, spannend. Voor een birdie. Oké, nou, ik kan denk ik gewoon rechtdoor slaan. Ik denk dat dit gewoon goed moet zijn, toch? Toch? Nee! Weer niet! Ha! Ik had gewoon eerste kunnen worden, maar elke keer lukt het gewoon net niet. Ik word helemaal gek. Ik had gewoon dit toernooi kunnen winnen met een klein beetje meer geluk of zo. Ik kan hier slecht tegen, jongens. Ik kan heel slecht tegen mijn verlies. Kun jij een beetje tegen je verlies? Laat het weten in de comments. Ik blijf altijd wel lachen hoor, maar ik weet dat ik dit had kunnen winnen, maar dat het net niet is gelukt. En dat vind ik dan gewoon jammer. Maar oké, we zijn derde, we hebben brons, we hebben gewonnen van Toad en Boe. Ik denk dat we het best goed hebben gedaan. We gaan wel zien wat de uitslag is. We gaan in ieder geval een paar levels omhoog. Dan krijgen we nu een bronzen beker of zo. Hoe vind je dat we het hebben gedaan, meneer? Oh, ik moet niet met de meneer praten, ik moet met iemand anders gaan praten. Wil iemand mij feedback geven op mijn prestaties of moet ik nou maar gewoon... uit gaan zoeken wat ik moet doen. We moeten naar huis. Oké, we gaan waarschijnlijk thuis discussiëren. En dan gaat Charger natuurlijk stoer doen omdat hij eerst is geworden en zo. Birdo, zeg, ik ben zo trots dat je de finale hebt gehaald. En op de andere ben ik natuurlijk ook apetrots. Maar ik zou mijn werk niet goed doen als ik jullie er niet aan zou herinneren om goed uit te rusten vanmorgen. Oh ja. Dit waren natuurlijk de voorrondes. En nu gaat het echte werk beginnen. Ja, dus dit waren de kwalificaties. Ja, oké. Nou, derde in de kwalificaties. Dat is best goed. Laat even weten op welke plek jij denkt dat ik ga eindigen straks in de finale. Laat een reactie achter. Vergeet niet te abonneren en doe je duimpje omhoog voor iedere dag Nintendo video's. En dan ga ik ze straks even een poepie, scheetje, kakkie laten ruiken. Dat dus. Mazzel.